4 video's over vitalisering van de lokale democratie. 4 voorbeelden om te inspireren, maar vooral om zelf mee aan de slag te gaan. Want wat kan er beter bij jouw gemeente, bij jouw lokale democratie? Hoe kan je de kwaliteit van de democratie verhogen? Daarvoor hebben we een boekje gemaakt. Het Democratisch Zakboekje. In het zakboekje helpen we je met het formuleren van een lokaal democratisch akkoord. Stap 1, maak een foto van hoe het staat met jouw lokale democratie. Daarvoor hebben we 8 bouwstenen geformuleerd. Bouwstenen als: hoe inclusief is met jullie de lokale democratie? Wordt er ook echt zeggenschap gedeeld met bewoners? Hoe staat het met de democratische checks en balances? Op basis van 8 van deze bouwstenen, allemaal cruciaal onderdeel van de lokale democratie, kan je een analyse of een foto maken. Stap 2. Ga gezamenlijk met de bewoners een maatschappelijke agenda maken. Dus niet alleen maar een politieke agenda, maar maak er een maatschappelijke agenda van. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd in West-Betuwe, waar 26 dorpskernen gevraagd zijn om allemaal een eigen bidboek te maken. Een dorpsontwikkelingsplan, waarbij ze hun eigen programma's maken. Samen maakt dat een maatschappelijke agenda. Stap 3. Kijk niet alleen naar inhoud, maar ook naar proces. Ga in je lokaal democratisch akkoord procesafspraken maken. Afspraken over de rollen en de verhoudingen, over de raad, over democratische processen. Hoe gaan wij daarmee om in onze gemeente? Stap 4. Leg ook de verantwoordelijkheid vast. Wie bewaakt de kwaliteit van deze democratische proces? Is dat de burgemeester, de griffier, de raad? Maak dat duidelijker. Is er misschien een portefeuillehouder lokale democratie? Stap 5 gaat over het formatieproces en totstandkoming van een nieuw collegeprogramma. Dat kan ook anders. Het hoeft niet alleen achter gesloten deuren met politieke partijen. Dat kan ook veel meer samen, transparanter en open. In Kaag en Brazem is ervoor gekozen om alle verkiezingsprogramma's naast elkaar te leggen. 85% van de inhoud komt overeen. Daar hebben ze een raadsakkoord van gemaakt. Deze stappen maken samen een lokaal democratisch akkoord. En ik hoop dat u daarmee aan de slag kan. Ik wens u veel succes.